Lieve mensen en partijgenoten, want dat zijn jullie nu allemaal. Ontzettend fijn om jullie te zien. Het wenst nooit helemaal om te mogen spreken, maar in een volle kerk maakt het wel een stuk leuker. En toen ik naar Zeeland toe reed, moest ik denken, toen ik zelf nog ietsje ouder, 12, 13 was, moest ik elke dag 15 kilometer naar school fietsen, de middelbare school. Door weer en wind. En ik denk dat ze hier in Zeeland wel gewend zijn, ja, diezelfde kilometers te maken door weer en wind. Of het nu regent of de zon schijnt en hoe hard het ook waait. Maar op die hele uitzonderlijke dagen, ik denk dat dat voor jullie kinderen ook geldt, dan krijg je een strippenkaart van je moeder, inmiddels een OV-kaart en dan mag je met de bus. Maar het is wel fijn als die bus dan ook rijdt. En dat je die kan betalen. En dat is precies hetgene waarom het zo belangrijk is dat je als overheid blijft investeren in publieke voorzieningen. En als je wat ouder wordt, dat je niet helemaal een half uur hoeft te rijden om naar de huisarts toe te kunnen. Dat je gewoon een streekziekenhuis hebt. En dat je de ziel van een dorp of een kern of een gemeente niet kwijtraakt, omdat allerlei voorzieningen verdwijnen. En dat hoeft ook niet. Met de juiste keuzes die we samen kunnen maken, kunnen we Zeeland en alle regio's en alle provincies namelijk heel erg mooi houden. Kunnen we zorgen dat de bus gewoon rijdt en of je nou een scholier bent of iets minder goed ter been. Kunnen we zorgen dat de huisarts gewoon bereikbaar is en dat ook de kustprovincies nog bereikbaar zijn om een huisje te kunnen kopen. Omdat ze niet opgekocht zijn, maar gewoon beschikbaar. En dat zijn de keuzes die wij straks met elkaar kunnen maken. En daarom is het zo belangrijk dat een sociaal en een groene coalitie straks de grootste wordt. Niet alleen hier in Zeeland, maar in heel Nederland. Omdat we dan kunnen kiezen voor de dingen die wij belangrijk vinden. Namelijk die mooie publieke voorzieningen. Het recht op gewoon een normaal huis, vast contract, zorg dichtbij. En gewoon een heel simpel iets dat we eerlijk delen. Want laten we wel wezen, het gaat best wel goed met de economie, ondanks de zware tijden waar we in zitten. Heel veel bedrijven gaat ook eigenlijk heel erg goed mee. En hoe mooi zou het zijn dat ook die bedrijven investeren in hun werknemers. Dat ze niet alleen kiezen voor de CEO's, maar ook kiezen voor de CEO's. Dat ze snappen dat een goed vestigingsklimaat niet alleen maar afhangt van hoeveel aandelen je hebt en hoeveel geld je daarmee verdient. Maar dat het ook zoiets is dat het fijn is als je een bakker hebt dat je straat schoon is. Dat gaat niet vanzelf, hè? Dat zijn schoonmakers die dat doen. Dat het helpt dat je, als jij een MKB'er bent, dat je nog gewoon een snelle internetverbinding hebt. Dat je op het energienet kan. Dat er kinderopvang is, zodat je ook daadwerkelijk naar het werk toe kan. Dat is namelijk in het belang van ons allemaal. En daarmee is dus eerlijk delen, niet alleen voor jezelf kiezen, maar voor elkaar, een vanzelfsprekendheid die mooie dingen met elkaar oplevert. En dat is precies de reden dat wij onze krachten bundelen. Dat wij niet met de koppen tegen elkaar aanslaan, maar onze krachten bundelen. En dat vraagt dus om een keuze. En daarom daag ik ook de VVD uit om aan te geven waar hun keuzes liggen. Aan te geven, want ze hint inderdaad, zoals Jess al zei, op bezuinigingen. Wees dan eerlijk. Vertel waar je op wil bezuinigen. Wij zijn open. We geven heel duidelijk aan waar we wat meer vragen, namelijk van de vermogenden, de multinationals en de mensen die wat meer verdienen, die rijk zijn. Maar ik wil ook van de VVD weten, welke keuzes maken zij? Zodat wat te kiezen valt. Hoef je niet mee eens te zijn. Dat is de keuze die voorliggen. Dus ik daag daarom de VVD uit. Wees er open over. Wees daar duidelijk over. Zodat er straks ook echt wat te kiezen valt. Maar onze keuzes zijn helder. Wij kiezen voor eerlijk delen. Zodat we een sociale en een groene toekomst voor iedereen kunnen bouwen. Zodat Nederland er voor ons allemaal is. Zodat pennywafels iets is waar we van kunnen groeien, zodat het kan blijven bestaan, dat mensen hun eigen krachten kunnen ontdekken en dat we het samen doen, omdat Nederland een samenleving is
en niet een ongelijkheid is, maar iets waar we met elkaar met trots op kunnen bouwen. Dank jullie wel.